Voor hem de loodzware opdracht om de vastgelopen formatie weer in beweging te krijgen. De nieuwe informateur Herman Cenk Willink bracht vanavond als eerste een bezoek aan Kamervoorzitter Ariep om over de formatie te praten. Ik ga zonder vooropgezette bedoelingen en inzichten. Ik heb de formatie van grote afstand gevolgd als geïnteresseerde burger. En dat is het ook wel. En daar ga ik nu, hoor ik van de voorzitter zo dadelijk, een aantal ins en outs. De impasse doorbreken. En dan gaan we verder aan het werk. Komt het nu allemaal in een stroomversnelling? Wat verwacht jij daarvan? Nou, ik verwacht niet dat het in een enorme stroomversnelling zal komen al gelijk morgen. De verwachting is dat hij vier, misschien wel vijf partijen soms tegelijk aan tafel zal vragen om te kijken welke partijen eventueel met elkaar zouden kunnen gaan samenwerken. Er wordt ook nagedacht over een optie dat toch GroenLinks weer kon praten over kabinetsdeelname en ook wel weer met VVD en CDA D66. Omdat iedere partij in principe open de gesprekken in wil gaan. Er is ook nog niet zeker of Herman Cenk Willink die gesprekken uiteindelijk ook allemaal zelf zal doen. Of dat hij alleen in deze fase verkent wie uiteindelijk met elkaar kan gaan proberen. En dat er dan wellicht later alsnog één of meerdere informateurs worden ingevlogen om die gesprekken weer te begeleiden. Kortom, er is nog veel onduidelijk. Maar de verwachting is wel dat er gesprekken zullen plaatsvinden met meerdere partijen tegelijk. Om toch even bij elkaar te polsen, zou het wellicht mogelijk zijn om samen te werken.